De meerwaarde voor mij was vooral het co-creëren, het samen aan de slag gaan met onze burgers. Voor mij was dat nieuw. In het verleden was dat gewoon, we informeren onze burgers en nu gaan we ermee aan de slag en gaan we samen dingen realiseren op het terrein. Ik vind het een heel goed idee dat met klimaatmakers burgers betrokken worden bij het beleid tegen de klimaatopwarming. Enerzijds komen er dan veel meer ideeën naar boven die de gemeente kan gebruiken. En anderzijds krijgen de burgers dan ook het gevoel dat de gemeente het thema serieus neemt en hun schouders er ook onder wil zetten. Het is meer dan een vergadercultuur. Er gaat ook de handen gaan uit de mouwen gestoken worden. Het komt ook echt van de burgers zelf. Hè. Het is niet zo dat ze adviseren, dat ze adviezen geven aan het lokaal bestuur over projecten die het lokaal bestuur neemt, maar ze gaan zelf initiatieven voorstellen en uitvoeren. Dus het komt echt helemaal van onderuit. Ik geloof er wel in, meer en meer van die initiatieven kunnen van de burger komen. De burger weet dikwijls beter hoe dat iets moet en ook kwestie van het creëren van een draagvlak is dat zeker belangrijk dat de burgers de kans krijgen om hun ideeën en hun initiatieven te realiseren. Ik ben actief in de energiesector en energieefficiëntieprojecten. En toen de vraag kwam vanuit de gemeente Lagel via het gemeente Blaadje Infomagazine, leek het voor mij de ideale gelegenheid om nuttig te maken voor de gemeente en iets bij te dragen in eigen gemeente in Lagel zelf. Ik deed mee aan de klimaatmakers omdat het in mijn ogen een noodzaak is dat er iets gedaan wordt aan de klimaatopwarming. En ik ben van de mening dat alle kleine beetjes helpen. En daarom wil ik dus zelf ook mijn steentje bijdragen. De relatie met de burgers liep eigenlijk heel vlot. Hè. Die mensen nemen zelf initiatief. Die zijn open, die zijn heel flexibel. Ze luisteren ook naar argumenten, want uiteraard, je kunt de zotste dingen bedenken als werkgroep, maar het moet natuurlijk ook realistisch zijn. Het moet juridisch correct zijn, dus af en toe kan er een spanningsveld ontstaan, maar dat loopt eigenlijk heel vlot. We hebben van de gemeente veel ondersteuning gekregen, in de zin van iemand die voor ons het verslag mee komt opschrijven tijdens onze vergaderingen. En die weet bij wie dat we moeten zijn, voor welke zaken te bekomen. Dus dat was wel een goede ondersteuning. De eerste keer dat we samenkomen was digitaal. En de eerste keer zie je daar dan gezichten dat je zegt van, oh ja, kijk, ik heb die nog gezien. Ah, en dan leer je die beter kennen en dat is interessant. Zo krijg je dus ook een verbinding in de gemeente tussen de verschillende fysieke groepen, zou je kunnen zeggen. Ja. Ik denk dat het vooral belangrijk was dat we goed kunnen discussiëren hebben over de verschillende onderwerpen. Dat iedereen zijn mening mocht geven. En in onze groepen is dat wel heel goed gelukt. Dus ik denk dat dat dan die klik wel gaat zijn. Burgerparticipatie is volgens mij echt een fijne manier om samen te werken binnen de gemeente. Dat is niet echt tot zijn recht gekomen door corona, maar ik ben ervan overtuigd dat we met een enthousiaste groep Laagdalenaars echt iets leuk kunnen opzetten. Een fijne manier om op heel veel verschillende manieren aan het klimaat mee te werken voor de gemeente. Co-creatief aan de slag gaan was voor mij echt een verademing. Ik vond het heel fijn om op deze manier samen te kunnen werken, zowel met Avanza Kempen IOK als met de burgers zelf. Ik denk dat het leuk is dat mensen die soms in dezelfde straat wonen en over dezelfde dingen nadenken, op die manier kunnen samengebracht worden om dan kleine projectjes heel lokaal toch een uitwerking te geven, terwijl die anders gewoon in de schuif blijven liggen of in de hoofden van de mensen blijven zitten.